ですよ。Aardappelen. Heel veel kruid. Zo jongens en meisjes, ik sta hier bij de aardappelen. Het zijn 7 rijen. De laatste 10 planten en 4 rijen daar kun je waarschijnlijk niet zien. Maar dat zijn andere potaardappels die hier ergens uitkwamen van vorig jaar nog. En de rij was niet volledig, dus we hebben die rij aangevuld. Wat gaan we vandaag doen? Jullie zien het misschien wel of misschien niet. Maar er komt hier en daar al onkruid uit en ik wil bij 90 tot 100 aan geen kruid oogsten, maar wel aardappelen. Dus wat gaan we vandaag doen? De aardappelen wieden, niet ophogen, maar vooral wieden. Heel lichtjes misschien ophogen, maar niet meer dan een centimeter of twee, want het is eigenlijk nog iets te vroeg om echt op te hogen. Dus jongens en meisjes, vandaag doen we de kruid eruit en veel kijkplezier. In deze video wordt niet gebabbeld terwijl ik ophoog. Ik sta zeer zelfs nu te ver voor deftig geluid door de wind. Wat heb je nodig om onkruid te wieden? Natuurlijk een kapje. Ik zal het kapje in zand dichterbij tonen. Je moet wel opletten jongens en meisjes, als je het met een kap doet, let alsjeblieft op dat je het onkruid niet af... dat je het onkruid mag afkappen, maar dat je de patat niet afkapt. Veel mensen ogen op met dit spel, maar ik heb eerst gezegd, we ogen vandaag nog niet op. Vandaag is het kruid dat we aanpakken, niets anders. Jongens en meisjes, 3,5 rijen verder heb ik toch besloten deze onkruid wieden toch een klein beetje op te hogen, niet te veel, dat ik geen onkruid onder de grond steek en in plaats van boven de grond krijg. Het is redelijk lastig, je wordt er redelijk uitgeput van ook. Ze zijn natuurlijk goed van slaap, terwijl ik kan het wel geloven. Ik ga nu naar de rest, nog 3 rijtjes nog en ik denk dat nu ongeveer kleine 10 minuutjes bezig ben. Dus laten we verder doen. Als je ophoogt,
Hou wel rekening dat je niet heel de plant onderdompelt, want het kan geen kwaad als de plant helemaal onder zit. Maar je kan toch niet geloven dat ze er heel erg deugd van hebben. Dus altijd goed nadenken en voorzichtig zijn als je opkoopt. Of als je omgroeit. Zo jongens en meisjes, en ik heb dan de patatten zijn opgehoogd, lichtjes opgehoogd, maar je ze door met de vierhak voor de hang weer zacht te maken. En dan is het gedaan met de aardappelen.